Audio edit, ik weet ook niet wat het is, maar ik kan het opeens. Dat nu al, oh, de... Ja, wat je nu hoort, ja. Ja, ja. Ah, klinkt lekker. Ja, zeker. Ja. We weten wel wat muziek is. Nieuws talent ontdekt. Nou... Je bent een ontdekker. Zo nieuw zijn ze ook weer niet volgens mij, maar... Nee. Ja. Ben je een ontdekker of... niet iedere DJ, hè? Nou, ik heb wel eens een keer een jingle gehad. Met een achtergrondje en dat liedje dat kwam 5 jaar later in Nederland in de top 40. Oh, leuk. Toen dacht ik van, hey, kijk nou. Hey, wat leuk. Vond het leuk. Leuk. En jij, heb jij wel eens iemand ontdekt, Piet? Even een interviewtje doen met de makers op het programma. In Amsterdam dan, kwam je wel mensen tegen. Dus ik stond wel een paar keer met de zanger van de Outsiders, Wally Tax, in de platenwinkel. En dan stonden we over elkaars muzieksvoorkeur te praten. Ja. Maar verder wist je niet dat hij toen al aan de grond zat met zo'n lange regenjas. Ja. Maar dat was wel grappig. Ja. Maar niet ontdekt. Nee. Dan kom je wel informeel tegen. Was een van mijn eerste plaatjes, Wally Tax met Let's Dance. Een van mijn eerste plaatjes was ook The Nits met Yes or No. Ja. En Wings is een little luck, geloof ik. Even van mijn eerste plaatjes allemaal. Ja, voor The Nits had je Super Sister. Oh ja. En toen zaten we een keer te kijken in Aalsmeer, dat heet ook de boerderij. En toen kwamen de Hells Angels binnen en die pakten er iedereen de check uit de spijkerjassies. Dat was 5 minuten stil en toen gingen ze weer weg. Hmm. Nooit meer vergeten, dat vond ik wel erg voor de band. Ja. Maar ja, dat zijn van die rare dingen die je dan neemt. En toen kwamen de Nits in Bodegraven. Ja. En toen vroeg ik dus aan die toetsenist van, weet je dat nog, in Aalsmeer? Ja. Dat wist hij nog. Oh, oké. Okay. Die 30 jaar geleden. Ja, ja. Die, hoe heet hij nou? Piet? Toetsenist. Is het daadwerkelijk CD1?